Pressenbrug gaan doen, tjoelala, tjoelala, we gaan de pressenbrug gaan doen, tjoelala. Zover is het niet gekomen, maar de studenten en de vakbonden hebben wel veel lawaai gemaakt om hun protest te tonen. Het hoger onderwijs krijgt te weinig geld, vinden ze. Na onderhandelingen met de vakbonden de voorbije weken trekt minister Van den Broeke al 7 miljoen extra uit, bovenop de 120 miljoen euro die al voorzien was voor de nieuwe financiering. Maar het blijft te weinig. 127 miljoen, dat zegt hij zelf, maar daarvan gaat het grootste gedeelte naar de universiteiten. Professionele bachelors 7 miljoen, de academiserende ook 7 miljoen. Maar al de rest is voor wetenschappelijk onderzoek, voor universiteiten. Wat is jullie probleem? Er is niet alleen te weinig geld volgens de betogers, ze vinden de nieuwe financiering ook niet democratisch genoeg. Bijvoorbeeld het leerkrediet. Verder voert hij een systeem in van leerkrediet. Wat betekent dat een student die niet snel genoeg vooruit gaat, niet met zijn recht op inschrijving verliest. Hij kan dan ofwel het dubbele inschrijvingsgeld vragen, ofwel gewoon de inschrijving weigeren. En voor een normaal student maakt het niet zoveel uit, maar voor een sociaal zwakkere, iemand die volgens in zijn verkeerde richting gestart is of zo, kan dat wel heel veel maken. Hebben jullie een probleem met jullie minister? De studenten die al een diploma gehaald hebben, vrezen ook dat ze voor een aanvullende opleiding onbetaalbaar inschrijvingsgeld moeten betalen. Ik studeer de master geschiedenis aan de KU Leuven en ik zou graag nog Human Rights Law bijstuderen, ook aan de KU Leuven. Dat is een gespecialiseerde mannenma, dus een master na master. Maar die is te duur voor mij, want daar is geen beurstarief meer voor. De Sint kwam de studenten alvast een hart onder de riem steken.